veel gericht worden. Hoi. Super spannend. Ook wel heel wat moois inzetten. Deze zit erin. Nice. We hebben nog een kleine 12.000 te gaan. Houtlevering is er. Gebouwen. Nou, de eerste paal gaat erin. Maar het lijkt erop dat we misschien hier nou keuzes moeten gaan maken. Dames en heren, welkom op de open dag van Overcoming Obstacles. Good day, mate. Good day, mate. How you doing? Good day. Ja, gaat lekker. We gaan vandaag voorbereiden. Voorbereiden voor onze zeekoppeling. Juist. Super vet. Auto's volgeladen met materiaal. En wat heb je bij je? Kettlebells. Enorm veel. Ik heb touwen mee, ik heb potgrond mee. Misschien wel waarvoor scheppen, materiaal, dan noem maar op. En benieuwd. Dat is nog een beetje spannend. Het is, ik vind het super spannend. Er staat harde wind. Ik weet niet of de zeekoppeling er wel zo lekker is. Spannend eerste stap. Shit's getting real, mate. Shit's getting real, mate. Let's go. Alright. Ja, de container stond hier net, de kraanmachinist, maar redden ze niet. Ze hadden er gewoon geen rekening mee gehouden. Ondanks dat we het hadden gezegd, ja, dat hij een langere afstand moest hebben. Dus een gewoon kraantje kwam brengen. Gaat niet. Dus we gaan bellen, kijken of we een telekraan kunnen fixen. Zuur. Zuur, heel zuur. Hier had ik zin in, maar mag niet baten. Ik mag mijn auto ook weer uitpakken straks, thuis. Ja, we zijn inmiddels 2 dagen verder. En er is een iets grotere kraan geregeld deze keer. Hiermee moet het als goed is wel lukken. Heel benieuwd. Hij staat gewoon. God, wat een unit, hè? Shit. Is dit echt toch wel groter dan je denkt, hè? En die dan? Ja, gewoon het toch doen. Kijk hoe soepel deze gaat. Easy, bud. Voel je nu Jeroen nu die container er staat? Jeetje, man. Toch wel een beetje last van mijn schouder. Niet last van mijn schouder, maar een last van mijn schouders. Want het was nog best wel een klusje. Best wel een projectje. Het is spannend. We lopen nu naar het stuk toe waar straks de baan komt te staan. Hopelijk over een maand kunnen we beginnen met bouwen. En ons doel is om over 2 maanden ook daadwerkelijk te beginnen met trainingen geven. Dus dat is nog wel even een... Het lijkt nu heel ver weg, laat ik zo zeggen. Ja, wat misschien elke ondernemer kent is alles is duurder dan je van tevoren bedacht hebt. Dus je moet soms ook een beetje keuzes gaan maken van wat ga je wel doen, wat ga je niet doen. Ja, spannend man, maar ik hou er wel van dat we nu gewoon lekker wat stappen aan het ondernemen zijn. Dat we daadwerkelijk resultaat hebben van ons harde werk. We hebben wel super veel geleerd op dit avontuur. En we zijn nog niet eens begonnen. Dus het kan alleen maar mooier worden. Chillen in de auto, raampje open. Lekker nieuws. Ik ga wel weer doen. Hier heb je nieuws. Uiteindelijk is het keer een beetje. Eindelijk aan het werk. Wat ben je aan het doen? Even een klein beetje primer erop op die roestplekken. Dan straks mooi wit maken.
moet ook gegeten worden. Lekker soepie, gemaakt door Manius. Kom op, net zo spontaan. Lekker hoor. Nou, de rollen zijn eventjes omgedraaid. Niels is hard aan het werk. En ik neem even pauze. Het moet veel geregeld worden. Voor je. Af en toe te veel mogelijk te overzien. Ja. Af en toe denk je, ben je begonnen? Althans, denk ik. Ja, ja, we hebben onszelf ook wel een onmogelijke deadline opgesteld misschien. Ja, 6 weken van nu. Ja, en dan bedenk je dat je iets wil afronden op zo'n klusdag. Zoals dit, verven. En dan hebben we nu, weet ik veel, 2 uur gewerkt of zo. Ja, 2 uur. En we hebben net een paar meter gedaan. Terwijl we dachten dat we zaterdag alles al schoongemaakt, geverfd en zo. Dus dat is ook wel een reality check, dat je gewoon erachter komt. Dingen duren veel langer dan je denkt. Ja, het betekent dus ook dat we voor die baan straks echt wel heel veel meer mankracht nodig hebben. Ja. Of de dingen gewoon weer langer duren dan dat we denken. Ja, ja, deels, ben je deels ben je natuurlijk afhankelijk van alle mensen die je willen helpen. En anders moet je zelf nog wat harder werken. Maar je hebt maar zoveel uren in de dag. Dus dat lukt ook niet altijd. Dat lukt zeker niet altijd. Ik denk dat dat echt wel even een gasgever gaat worden. Ja. Wel spannend. Super spannend. Ik merk af en toe... Het is wel heftig. Ja. Ga ook wel heel wat moois inzetten. Ja, 100%. 100%. Kijk Niels, wat heb je gebouwd? We zijn bezig met een kastje. Kastenwand van alle gereedschappen zo. Nu een klein beetje de details, maar het ziet er wel mooi uit. Wij pak je straks er tegenaan. Dan kunnen we hier gaan klussen. Als we twee weken de baan bezig zijn, dan moet het goed gaan. We kunnen geordend aan het werk. Ja, het is dus de bedoeling dat we vanavond door elke brievenbus in Stadshagen een flyer gaan droppen. Maar het weer werkt niet zo mee. Moet kijken. Hopelijk klaart het snel op. En dan kunnen we aan de bak. Ja, het is inmiddels lekker droog. Sterker nog. Het zonnetje probeert een klein beetje door te breken. Heerlijk. Niels is omgekleed. Heerlijk. Ga je nou met die scheppen ook flyers rondbrengen? Dat is thuis. Ja. Ah, dat is voor thuis. Oké. Okay. Straks even kijken. Zit in de auto, jongen. Moet maar even zien. Zo. 4 dozen. 4 doosjes zijn gebundeld per 250 en deze zit erin. Kortingscode staat erop. Ja, dat is niet echt. Dat is echt gigantisch veel, man. En wat verwacht je dat dit gaat doen? Ik hoop dat het in ieder geval bekend wordt dat wij gaan beginnen straks in Stadshagen. Dat mensen in ieder geval weten dat we hier zitten. Volgens mij moeten mensen dan zelf nog bepalen of ze ons leuk vinden. Ja, wat hoop je? Ik hoop natuurlijk dat dit 500 leden oplevert. Nee, ja, nee, geen idee. Ja, ik hoop gewoon dat mensen het leuk vinden. Dat vooral. Ik denk het wel, maar ik hoop het ook. We zullen het zien. Zo, we zijn er. Zo. En we gaan de eerste wijk pakken. We gaan flyeren. We hebben hier een plat grondje. Dus we kunnen ongeveer zien waar we zijn. Dat is niet altijd makkelijk. Maar we gaan ons best doen. Even kaart lezen. Doen, let's go. We staan naast een stel gekken. Een beetje een hindernis te maken van een bushokje. Terwijl ze ons eigenlijk zouden moeten helpen met flyeren. Zo. Gaat goed, Jeroen. Het is ook warm zat. Ja, kapot. Ja. 3 uur verder inmiddels ongeveer. Ja. Hoeveel flyers hebben we er door, denk je? Ja, 1 hele doos. Dus dat zijn zeker 3750. Die zijn er echt doorheen. Ongeveer zo uit je hoofd. Ja, zo. Ja, ja. Nee, dat gaat wel lekker. Nice. We hebben nog een kleine 12.000 te gaan. Ja. Gelukkig hebben we hulp. Ja, super mooi. Zijn er een stuk of 5-6 man geweest vandaag. Die hebben geholpen, lopen mee. We zijn as we speak nog aan het lopen. Ja, we nemen het laatste stukje op, we gaan nog even door. We sluiten hem zo af. Even een blokje afmaken. Gaan we een andere keer verder. Het is veel werk zo'n trainingsbaan starten. Ja, niet alleen training geven, zeg maar. Ja, maar één voordeel, nou weet wel iedereen dat we er straks zitten.
Het is wel plan alle 9580 huishoudens in Stadshagen volgens mij. Ja, precies. Nee, goed. We gaan er even door. Morning, mate. Morning. Ik heb mijn schep meegenomen. Ja, er gaat veel gegraven worden vandaag, hè? Ja, daar is. Het is weer een nieuwe zaterdagochtend. Ja, het is nu redelijk mooi weer eigenlijk. Ik bedoel, ik moet de boek aan. Ik heb ook geen provisie in de korte broeken. Ja. It's raining cats and dogs, mate. Raining cats and dogs. Good luck. Als jij mij vast houdt, dan vertel ik de mensen even wat genoeg daar. De mensen. De mensen, hallo mensen. Hallo mensen. Het is ga ik nog een keer doen. Ja, hallo mensen. Het is weer zaterdagochtend. Sorry Jeroen, kan je horen dat ik sta te plassen? Oké. Jongen, dat is het water in de put. Take 4. Lieve mensen. Het is zaterdagochtend, 7:30. We zijn er op tijd bij vandaag. Want we gaan heel veel doen. We gaan als goed is elektronica aansluiten in een container. Dat we daar ook gewoon lekker ons telefoontje kunnen opladen. We gaan het een en ander uitgraven. Er komt als goed als een graafmachine en die gaat ons daarbij helpen. Dus er wordt heel veel kruien heen en weer met groen afval en weet ik het wat. En gaan we nog meer doen? Ja, de telefoon nog meer. De telefoon nog meer. We maken er moois van. Nou. Eerst ontbijten. Gewicht dat je laat afvoeren, kunnen we een beetje zoveel mogelijk aarde tussenuit halen natuurlijk. Nou, er gebeurt echt zoveel tegelijk. Ik vergeet bijna te filmen. Ik ben natuurlijk zelf ook hard aan het werk. We hebben Niels hier met de kettingzaag in de weer. Ondertussen is de graafmachine nog steeds bezig en ik ben wat plankjes aan het zagen om te zorgen dat we straks een hele mooie verlichting hebben in de container. Daar moet die lamp dan aan vastgemaakt. Kijk joh, geweldig. De allereerste training bij Overcoming Obstacles is gewoon al gaande. Ja, er is veel gebeurd. Inmiddels hier achter me de workout area ligt er al een stuk strakker bij dan die was. Er moet nog heel veel gebeuren. Hier ligt nog best wel een hoop zand en aarde. Maar wat ik jullie wil laten zien eigenlijk is dit donkere gat. En ik ga hem even zichtbaar maken voor jullie. De container. Want we hebben namelijk stroom. Hoppatee. Lampje aan. Hier kan stopcontact in. De laptop is hier al, wordt al opgeladen. Dan ga ik hier om het hoekje. Hoppa! Ja, het is mooi als je hier kijkt. Het is wel mooi, we hebben alles omgeploegd. Struikjes verzet. Bandjes gemaakt. Ik vind het een beetje vorm te krijgen, Joen. Misschien zien de rest van de Nederlander nog niet. Maar, is het een beetje strak, een beetje waterpas? Ziet er helemaal voor me. Gans strak. Ja, het touwtje mooi gespannen. Ik ben tevreden, het was heel veel werk. 7:30 zijn we begonnen. Het is nu 5:30. Laten we gaan opruimen. Ik ben er klaar mee voor vandaag. Anders ik wel. Het is lekker werk, maat. Redelijk wat hulp gehad, dat scheelt. Echt tof. Mooie bedoeling zo. En volgende week? Ja, volgende week donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Woehoe, gaan we bouwen. Ja, ik heb er zin in. Nice. Gaan we de lucht in. Dan is de groundwork even pauze. Dan gaan we de lucht in. En dat zien jullie in de volgende aflevering van How to Build a Survivor Runbaan. Zo is het wel. Ik weet nog niet hoe ik dit ga noemen, maar... Het klinkt nog niet heel mooi. Nou, ik ga weer naar de... Adios. Ja, het is woensdagochtend en de houtlevering is er. Hij heeft alleen een klein beetje moeite om hier terrein op te komen. Maar dat is ook niet zo gek. Het is veel, man. MUZIEK
Goedemorgen. Good morning, mate. Good morning. Niels, korte samenvatting. Wat gaan we doen vandaag? We gaan bouwen. Dat is eigenlijk alles. Morgen, Johan. Moeilijker is het niet, alleen bouwen. Moeilijker is het niet. Eerst koffie. Eerst koffie, hij is bijna door. Nou, zo. Prachtig toch? Prachtig. We zijn nu in de fase uitmeten. Fase uitmeten, heel belangrijk. Dan gaan we zo beginnen. Met de grondpotten erin. Dat is echt de fundering, zeg maar, voor de hele constructie. En daarna gaan we de lucht in. We hebben bedacht, Jeroen, aangezien de hindernis gaan we hier niet kunnen plaatsen vanwege de boompjes. Wat we nu gaan doen, dat wisten we eigenlijk ergens al een beetje. Wat we nu gaan doen, we gaan dit vak eraf halen. Die komt er daarnaast te staan. Waarschijnlijk komt hier nog een balk tussen, zodat we ook weer een grote aaphang erbij krijgen. Dus we gaan een klein beetje aanpassen. Maar dat gaat wel mooi. De baan wordt alleen maar beter van. Ik hoop het. We gaan aan de bak. Wat voor soort hout is dat hardhout, Johan, wat er goed gaf? Dit is ASOB. Zegt jou dat wat? Mij niks. Misschien de kijkers thuis wel. Ja. Dus ik kan gewoon ook zeggen dat dit een vuurpaaltje paaltje is of grenen, maar dat maakt jou helemaal niet uit. Vuren, dat herken ik wel. Oh, oké. Okay. Bruin geverf. Het bruin geverf vuren. Nou, we gaan beginnen met bouwen. Nou, we zijn natuurlijk al gestart, hè, met de fundering. De potten staan er allemaal in. En we gaan nu de hoogte in met de palen. Dus de eerste heb ik gezaagd. Die ga ik daar plaatsen. Nou, de eerste paal gaat erin. Kijk. De eerste paal staat, Niels. Lukt zo. Tot nu toe ben ik alleen maar aan het sjouwen geweest, maar wel mooi. Stiekem cirkelen. Ik denk dat het snel tijd is voor lunch zometeen. Ja, dat denk ik ook. Ik heb wel zin in. Nee. Ik heb het mooi, man. Ik heb nu al mijn eerste training bij OO. Ik hoef niet eens voor te betalen. Ja. De balk is net een paar millimeter te dik, dus ben ik aan het bijschalen. Dat heeft hem mooi in het potje passen. Ieder potje past een dekseltje. Dat is er nog niet. Mooi rap zo, man. Ja, dat gaat heel mooi. Jeroen, wij gaan de kar even volladen. Is goed, Niels. Ja, ik mag een van de belangrijkste taken doen van de dag. Namelijk? Lunch verzorgen. Ik ben lekker eitjes aan het bakken en een soepje aan het warm maken. Dat wordt smullen. We gaan bouwen. Maar de inhoud zit er allemaal in. Ik heb hem de balk in het hangen. Hij moet deze remaat niet rijden. Moet u verspanning af? Ik heb hem los, ja? Hij is los. Ik heb hem niet vast. Mooi. Het is warm en dan veel sjouwen. Dus het is wel vermoeiend. Ja, goed water drinken. En straks een bier, denk ik. Hadden jullie verwacht dat jullie zo ver zouden komen vandaag? Voor ons gevoel is het heel ver namelijk. Nou, ik had wel verwacht dat hij helemaal zou staan. Ja, we zijn er maar weinig, hè, dus wij drieën moeten alles doen. Dus, ja. Ja, dat is het. Ja. Ik denk een aantal maanden geleden zijn we begonnen met het uittekenen. Het nadenken alleen maar op papier en op een gegeven moment op de computer. Maar dat is wel vet als je ziet dat hij gewoon de lucht in gaat. Ja, we zijn hier al denk ik 5-6 weken aan het bouwen op de zaterdag. Ja, dat is hartstikke leuk. En die is in de container aan het doen, maar nu begint het eigenlijk echt. En dat is heel tof. En nu gaan mensen in de buurt ook zien dat er wat gebeurt. En dat is denk ik ook heel gaaf, dat is een hele mooie reclame. Dus, ja, ik ben heel enthousiast. Ja, wat jij moet doen? There's a monster under my bed. Nee, nee, ik ken hem niet. The forget. Zoiets. Dag 2, jongens. Dag 2, dag. We hebben er zin in. We hebben nog geen eens koffie. En de sfeer zit er al goed in. We hebben, in ieder geval, als ik voor mezelf spreek, heb ik er echt zin in. Als u achter u kijkt, ziet u voor u helemaal niks. Ja, dat is. En het grows. Lekker. Nee, maar ik heb er zin in, want we gaan die hele hindernis afbouwen vandaag. Het wordt echt mooi. Vet. Eerst koffie. Doe dat ding met je hand. Dan gaan we switchen naar koffie. Hey, daar zijn we.
Wat gaan we als eerste doen, nu het nog een beetje koel is, zei je? Nou, we gaan zo meteen die hele hoge module plaatsen. Die is 5 meter hoog. Dus ja, dan moeten we echt wel even met z'n allen weer aan de bak. Zware palen. Kraantjes bij. Dus wij hebben onze eigen kranen. Dus die staat daar. Dus, nou, waar je zit, hè? Dat is de hulpkraan. De mini-kraan. En de grote kraan. Mike en ik lopen omhoog. En jullie moeten zorgen dat hij naar beneden kan. Het gaat hard, Niels. Zeker hard. Dat is mooi. We hebben hier eens wat omgegooid gisteren. Ik denk dat we hier een heel stuk bij plaatsen, maar daar hebben we natuurlijk niet genoeg balken voor. Dus we komen 6 balken tekort. Die komen volgende week waarschijnlijk. Gaan we dan toch maar even bijbestellen. Dan staat hij volledig. Ah, als je dit ziet, joh, de hele baan staat gewoon. Het hele frame wat er moet staan, 5 meter, alles is erop. Dus we kunnen straks ook gaan inrichten. Dat is super vet. Er liggen nog wat houten palen, rond 14. Die komen er allemaal bovenop. We gaan hem straks, inrichten. Dat wordt mooi. Ja, hallo. Nou, dan komen wij eraan. Ja. De boys zijn verder aan het bouwen. En ik laat jullie even wat anders zien. Ik was van de week namelijk echt super stom bezig. En ik heb mijn drone gecrashed. Door die helemaal stuk is. Die doet niet meer. Ik heb natuurlijk wel hele vette shots nodig vanaf de lucht. Dus, de nieuwe is binnen. DJI Mavic 2. Die ga ik even installeren. Super vet. En dan gaan we nu naar hele vette dronebeelden van de baan. Hij moet natuurlijk eerst even opgeladen worden. Het is nog maar de vraag of ik hem überhaupt de lucht in krijg met die wind. Ondertussen wordt hij hard doorgewerkt. Ja. We zijn hier het muurtje aan het bouwen. De boel strak maken. Er komt een schuine wandje. Afmeten is gedaan. Nu vastmaken. Mooi. Deze mannen gaan een daknet maken. Net wordt er vast in de balk gerijgd. Potten liggen al op de bovenbalk. En nu gaan jullie in sneltreinvaart zien hoe deze hindernis opgebouwd wordt. Ja, ik sluit hiermee dag 2 even af. Het is 9 uur. We zijn nog even doorgegaan, terwijl de echte bouwers aan huis waren. Enerzijds zijn we best wel tevreden over de progressie tot nu toe. Anderzijds zien we ook hoeveel werk er nog voor ons ligt. We vinden het eigenlijk best wel spannend. We hebben nog 3 weken voordat onze baan geopend gaat worden. We hebben onszelf best wel een strakke deadline opgelegd. En het liefst zouden we alles zoals we het perfect zouden willen hebben... klaar hebben voor die datum. Maar het lijkt erop dat we misschien hier en daar wat keuzes moeten gaan maken. En gewoon bepaalde dingen nog niet gaan doen. Maar goed, blijkt maar weer. Als mensen helpen, dan gaat het zoveel sneller. Uiteindelijk is dat fantastisch. Hoeveel mensen ons aan het helpen zijn. En op het moment dat jij ergens 4 uur volle bak mee bezig bent. Is iemand anders ergens anders 4 uur volle bak mee bezig. En dat is geweldig. Genoeg geluld, zou Niels zeggen. Ik zie jullie morgen. We gaan door. En vooral heel veel knopen in de hindernissen. En lekker verder met de workout area. Ciao. Niels, we zijn halverwege dag 3. Wat vind je ervan? Gaat goed. Mijn hoofd zit wel vol. Dus, zwaar nadenken zo'n bouwdag. Kan ik je wel vertellen, Tom? Foei.
Daarvoor ben je er toch ook, voor het denkwerk? Ja, in principe wel. Ja. Ja, ik ben niet voor het mooie kopje. De eerste in is staat, schijnbaar. Hoep. Wie de kruiwagen? Oeh, die hoort er niet bij. Ik moet nog even oefenen. Kan ik hier trainen? Wat voor hinder is dit, Judger? Ja, dat vroeg ik me ook af. Hangt nog niks aan, joh, gek. Het is even rustbalk. Yes! Ho eens. Laat het zien. Ik ben hier rustig met Alex even een A-framepje aan het maken. Mooi. Schijnt dat de hele dag net al klaar te zijn, dus ik ga hem even testen. Oh, zo. Kanonnen, wat hangt dit ding strak. Ik heb nog nooit zo strak netje gezien. Lekker. Lekker strak, je before, and this is after. Yo guys, de baan is helemaal af. Tenminste, af genoeg. Het kan altijd nog wel wat beter en anders en nieuw. En er is nog genoeg ruimte om van alles vol te hangen, maar dat maakt niet uit. Het belangrijkste is, op dit moment ben ik aan het wachten op de leden van de parcourscommissie. En die gaan onze baan keuren. De parcourscommissie is een commissie van de Survivorenbond Nederland en die keurt alle bij de Survivorenbond aangesloten banen op de veiligheid, op de juiste knopen, op de juiste materialen, balken. Super vet, ben benieuwd, check it out. Kijk alles na, materialen, knopen, dikte van de balken, koppelstukken. Ja. Nou, en als dat akkoord bevonden wordt, dan is het prima. Ja, top. En we vinden het stutten van balken, mits de overspanning heel groot is. Toch wel heel belangrijk. Ja. Johan Scholte heeft geholpen met bouwen, dus ik denk dat de constructie aan zich heel goed is. We hebben juist gekozen de bovenbalken toch te hoeken en een stapje dikker. Alle liggers zijn allemaal rond 14 en alle rustbalken zijn allemaal rond 14. En de staanders dus... wat ik van Johan heb gezien is dat gewoon wordt perfect gebouwd. Dus mijn touw, Jeroen is de oude, die zijn 1000 swingovers opgedaan op 1 augustus. Belangrijk voor mij, dus deze moet blijven hangen. Hier is veel zweet bij langs gegaan. De baan ziet er gewoon keurig uit, heel veel aandacht aan besteed. En wat mij betreft is die compleet goed gekeurd. Echt. Dus, mooi. Sta er feestelijk bij, Niels. Dat hebben wij gewoon gedaan, joh. Dat is niet normaal, echt. Dat kan ik wel zeggen. Goeie, draai even bij en dan zie je ook gewoon wat voor een fantastische hindernis daar staan. Dat is niet normaal. Met heel veel vet. Maar van een idee vorig jaar, had je dit ooit van gedroomd dat we dit ooit zouden doen? Gedroomd. Voor vorig jaar september niet. Gedroomd misschien. Ja, ooit. Dat was. Ja, ik heb het 2018 er nog wel eens over gedroomd dat we dit zouden doen. Ja, toen zaten we nog samen te brainstormen ook op tafel. Ja. Dat is ja. Ook al. Over hulp gesproken, daar staat er ook eentje. Ja, achter. Matthias, jongens, we hebben het over die fantastische baan die hier staat. Ja. Matthias, ook een van onze trainers. Ja, zeker. Man. Vind je het wel? Het is een prachtige baan geworden. Heel uitdagend op allerlei niveaus. Ja. Precies wat we willen. Nice. Vandaag, wat verwacht je? Ik verwacht veel enthousiaste mensen uit de wijk. Die door ons overgehaald worden om lid te worden, uiteraard. Zo mooi. En hun grenzen te verleggen. Nice. Corona's kilo's eraf te knallen. Hoi! Dames en heren, welkom op de open dag van Overcoming Obstacles. Ik wil iedereen vragen die in de hindernis op dit moment aan het klimmen is, om er even uit te komen en je te verzamelen op het korfbalveld. En dan wordt de hindernisbaan zo meteen officieel geopend. Hij staat er. En u ook. Fantastisch dat jullie er allemaal zijn. Geweldig. We hebben in de afgelopen tijd hard gewerkt. Sommige mensen hebben het misschien gezien. Sommige mensen denken, wat staat hier nou? Een maand geleden was dat nog niet zo. Dat klopt. We hebben in 20 dagen tijd deze baan gebouwd met heel veel hulp. Wat me aanspreekt bij jullie, dat is... Niet de sport op zich staat bij jullie voorop, maar de persoon. Wat jullie hebben gezegd,
Het is niet belangrijk om jezelf met anderen te vergelijken. Dat spreekt mij enorm aan. Want die concurrentie, daar ben ik helemaal doodziek van. Juist het leren waarderen van jezelf. Kijken van wat kon ik gisteren en wat kan ik nu. En heb ik daar een stukje vooruitgang in weten te boeken. Dat, jongens en meisjes, is ontzettend belangrijk. En je vergelijken met je vriendje of je vriendin, dat is helemaal niet belangrijk. Want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om jou. Het gaat om jouw plezier in de sport. En dat, jongens, heeft mij enorm aangesproken hier. En daarom ben ik ook heel graag hier vandaag aanwezig. Ik kom bij Stadskanaal, dus maar... Dames en heren, deze twee geweldige mannen. En dan Matthias erbij. De man die dan zorgt voor een ander stukje training. Ook geweldig dat jij erbij bent. En meisje, wat jij hebt gedaan. Ik hoop dat er heel veel meer mensen hier in de wijk zijn die precies zo'n instelling hebben als jij. Belangeloos ergens naartoe gaan, gewoon lekker helpen, omdat die mensen dat nodig hebben. Dames en heren, voor haar even een heel, heel dik applaus. Deze beide mannen, ook zij, voor dit geweldige initiatief, even een heel dik applaus. En een maar rustige dag eraf. Zit je niet over, maar goed. Hé hey jongens, we gaan er even doen, hè? Ja? Oké. Okay. Officiële sportpark. Gooi er maar over. Hoppa! Kijk eens! Overcoming of the goals! Ja! Geweldig, kijk eens! Overcoming of the goals. En nu eens even kijken. De mannen. Swingetje over. En dan nog een keer. Hoppakee. Nog weer een keer een swing over. En dan gaan ze. Kijk eens, prachtig mooi. Hoe bedenk je soms? En dan over die balk. Rustig naar beneden. Op elkaar wachten. En dames en heren, degene die niet helemaal zo naar beneden durft te springen, die pakt de touw en die laat ze langzaam afzijden. En daar is hem over. En kijk eens. En daar komen de mannen. En dan nog. Een van de laatste in de missie. Prachtig. En dan nog één keer. Applaus, dames en heren, het is los! Ja!